Welkom bij een nieuwe editie van de Piepshow. En we hadden er twee kunnen maken deze week. Zoveel onderwerpen. Echt, echt bizar. Dit weekend, de ene schandaal naar de flopper, naar de whatever, buitelde over elkaar heen. Uiteindelijk heb ik toch maar alles, ik heb wat dingen laten afvallen. Ik dacht van oké, okay, dat is niet zo heel heavy. Het wordt gewoon een lange Piepshow. Het, ja, het zou zomaar een lange piepshow kunnen worden. Het zijn niet mega dingen, maar het zijn wel opvallende dingen. En wie weet, maken we er okay. wel iets mega van. Um, ik wil namelijk even beginnen. En dat, dat, dat is wel interessant. We het er ook al dit weekend over. Ehm um, Vrijdag was het volgens mij. En anders was het zaterdag. Was daar opeens het nieuws. Hier: City of London Police on the evening of ah. Thursday, 20. Oh, donderdagavond. Uh, the City of London has arrested a 70-year-old in Oxfordshire. On suspicion of the hacking. As part of an investigation supported by the NCA, UK's National Cybercrime. Nou, toen, toen wisten we nog niet. Was het er nou wel? Was het nou niet? Inmiddels is aangegeven: het is hem. Ja. De hacker is gepakt. We kunnen weer rustig gaan slapen. Een 17-jarige jong, Ik vind dat altijd zo Het is een fucking computer wiskit. Ik heb ja. even gekeken. Hij heeft ook een, uh, een, een, een Twitter uh, ja. handle had hij. Die was, was gepost. Een uh, Arabische naam. Een jongen. Uh, nou ja, goed. In ieder geval iemand met een, uh, een glorieuze toekomst voor de boeg. Want dit... Uh, ja. Als je dit soort hacks kunt uitvoeren, dan uh, zal je waarschijnlijk wel in cybersecurity heel veel geld kunnen verdienen. Nou, ja, ja, zo zou je. Dat was ook van toen ik dat tweette, zeiden een hele hoop mensen van. Ik, ik had namelijk iets van uh, iets van, van nou, die heeft voorlopig genoeg tijd om uh, lekker te gaan gamen en, en meer uh, zin spelen op gevangenisstraf. En heel mensen, nee hoor, die krijgt gewoon een baan, weet je wel. Ik bedoel, ja, natuurlijk. Uh, zie je vaak wel gebeuren. Hij is 17, hè? ik bedoel, dan ga je ook niet. De jaren de gevangenis in. Ik bedoel, licht eraan, maar daar gaan we het zo over hebben. Ja. Um, Opvallend, uh, dezelfde, nee, een dag daarna kwam Rockstar uh, met uh, een, uh, uh, een, een, een advertentie. Oh ja. En ze zochten namelijk, en dat staat hier. Uh, Rockstar Games, oh nee, daarvoor al listed een investigation analyst job. <laughs> Oftewel, um, en daar maken ze dan heel erg mooi van. Uh, uh, Rockstar is looking for dedicated analyst. Um, to uh, in driving our various security and hr in in initiatives uh, the successful candidate is committed to keeping our games and service fun and blah 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 Uh, ja, ze zijn natuurlijk gewoon met de staan met de broek naar beneden. Ze zijn gewoon ja. gigantisch de grazen genomen. En nou, en ze zijn er waarschijnlijk achter gekomen dat dit uh, heeft kunnen gebeuren door waarschijnlijk een vrij knullige fout. Ja, het is uh, dat weten we nu ook. Het is via oh. slack gebeurd. Oh, ja, het is via slack. Dus uh, slack, dat is eigenlijk een methode om werk te een Facebook voor mensen die samenwerken. Ja, het is een business wise. En daar heeft hij dat heeft hij inmiddels al aangegeven. Ik heb het daar allemaal vandaan kunnen halen. Hebben, uh, hij is gewoon in de slack van uh, Rockstar terecht gekomen ja. en omdat iedereen thuis werkt werd daar gewoon al die informatie gedeeld Logins ja, hebben het is te knullig voor woorden het is, is eend zijn ja. want uh, uh, als dat inderdaad nou ja, goed Iedereen zou moeten weten dat als je gebruik maakt van derde partijen, dat mm -hmm. zijn security holes. Ja. Dus uh, uh, alle cloud diensten, het is gewoon Andermans computer. Als jij je gevoelig gewacht worden mm -hmm. en materiaal op Andermans computer zet, ja, dan, dan, dan krijg je dit soort problemen. Dan moet ik wel terugnemen wat ik zei, dat hij een hele geavanceerde hacker was. Want dit klinkt allemaal niet zo geavanceerd. Nee. Dit klinkt gewoon alsof hij uh, uh, ja, gewoon toegang heeft gekregen tot een slecht groep. Nou ja, kijk, het feit dat hij binnen pak een beet een week ook gepakt wordt. Dat ja, geeft ook dat... aan dat het geen topnotch... Kijk, ik bedoel, uh, hè, vorige week hadden we het al over... de, de Russische en de Chinese. Hè. Ik bedoel, er zijn overal hele goede... Uh, in Nederland heb je ongetwijfeld ook wel jongens... die echt organisatie zo bedreven zijn in het wegblijven uit het zicht van de overheid en van dit soort instanties, die krijg je bijna niet te pakken. Um, deze hm. jongen heeft het dus echt gewoon letterlijk, terwijl ze ouders beneden televisie zaten te kijken, zat hij boven gewoon Rockstar een beetje te pakken te nemen. Ja, nou ik vind het wel, kijk in principe, uh, als hij gewoon ingelogd is in Slack dan, dan zal Slack kunnen zien vanaf welke IP-adres dat ja, gebeurd is. Weet, ja, die weet. En uh, hoogstwaarschijnlijk uh, um, het lijkt me dat hij dat wel via een VPN gedaan heeft, mm -hmm. maar ja, god, die, die delen ook al. Informatie uh, als dat niet de goede VPN, dan weet ik het. Dus nou, wat dat betreft, ja, het klinkt gewoon. Het klinkt eigenlijk, als ik het zo hoor, klinkt het redelijk knullig. Ja, en, en ook een beetje puberale. Het feit dat hij al vrij snel ook de openbaarheid zocht. Hè? Op, op de nou, noemde ze het dan: weet ik veel, Turbo, bla bla bla. Dat hij ook echt wel uh, aan, het, aan het lullen was met de mensen, de GTA-fans. En op een gegeven moment ging hij geld vragen. Het alles is ook. Knullig en ook een beetje. Puberal. Ik denk dat wel heel veel aandacht wel hebben. Ja. Hij had, kijk, het is natuurlijk. Als jij als eerste in de wereld uh, de GTA 6 beelden hebt. Ja. Uh, dan is het natuurlijk moeilijk om daar niks mee te doen. En mm -hmm. ik denk dat hij gewoon. Ja, hij heeft het ook nog eens een keertje geüpload naar YouTube. Weet je, ook zoiets. Ik bedoel. Als ja. er één partij is die alles <laughs> monitort, dan is het YouTube wel. Weet ja, je? dus. Ja, ik weet niet. Ik vind het hele, uh, het hele verhaal is eigenlijk te krankzinnig geworden. Ik vind het in de eerste, eerste instantie vind ik het gewoon ontzettend knullig van, uh, van Rockstar. Mm -hmm. uh, dat die uh, dit soort footage. Op slack posten of logins naar servers met dit soort informatie. Ja. Hoeveel moeite is het om gewoon een intern, uh, interne serveroplossing daarvoor te bouwen? Ja. Weet je? Hoeveel moeite is het om gewoon te, je personeel uit te leggen hoe ze wel en niet met security moeten omgaan en dat ja. soort dingen? Ik bedoel, ze hebben echt, ze, ze hebben gewoon GTA 6 echt, ze hebben zichzelf echt in de voet geschrapt Mensen zijn altijd wel je zwakste schakel. Ik bedoel, nogmaals, wie weet. Is er wel een meeting geweest waarin alles uitgelegd is. Maar als jij, weet ik veel, duizend mensen in dienst hebt, dan zit er altijd wel een paar tussen die dingen. Nee, ja, en het is ja, natuurlijk veel makkelijker om gewoon die shit ja. eventjes ergens uh, op een Google Drive te gooien. En ja. weet ik veel. Tuurlijk is dat makkelijk. Ja. Maar ja, weet je, dit zijn de gevolgen. En dat betekent wel dat je gewoon grote schade aanricht aan je nieuwe IP. En ik begrijp niet mm -hmm. dat ze aan de ene kant zo ontzettend veel moeite hebben gedaan om dat hele PR-traject mm -hmm. te controleren. En aan de achterkant uh, uh, hun development. Uh, 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 hoe, hoe noem je dat? Hun, 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 ja, eigenlijk hun, hun um, ja, hoe streng ze daarmee zijn, hun protocollen die ze hebben ja. opgebouwd voor veiligheid en security. Het kantoor dat allemaal, is namelijk is gewoon wel veilig. Het puim, is gewoon, de, de, buiten, de buitenkant is gewoon uh, niet veilig. Ja, ik, ik neem aan dat ze dan ook uit weten te vinden bij wie dat dan gebeurd is, nou dan zal die waarschijnlijk ook wel een deal krijgen. Nee, nou, kijk, ja. het, het kan heel goed zijn. Weet je, als iemand gewoon op een of andere ranzige porno-site zit thuis... Ja. en een of andere malware uh, uh, heeft geïnstalleerd zonder dat hij het wist... en die vangt gewoon je Slack-log in... en stuurt het uh, naar een of andere hackergroep... die het vervolgens voor met 50.000 logins tegelijkertijd te koop aanbiedt... Ja. in een of andere nieuwsgroep. Ja, weet je, dat, dat soort shit gebeurt. Ja, en dat... Um, ja, dat, dat zou Ik bedoel, als je duizend mensen hebt, werken, is er altijd wel iemand die dat ja, doet, natuurlijk. De vraag is natuurlijk nu, uh, um, aan de ene kant natuurlijk, de schade van Rockstar. Nou, dat, 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 dat weten we niet. Dat is, dat is heel moeilijk. Die te schade duiden. gaat echt wel groot zijn. Ja, die gaat groot zijn, maar uiteindelijk weten we dat natuurlijk pas. Uh, het is vaak moeilijk te meten, want over twee jaar komt die game uit en dan is het heel moeilijk te weten hoeveel mensen, hoeveel, hoe groot is het percentage van mensen die niet gekocht hebben vanwege die hek. Dat, ja. dat is lastig. Maar wat gaat dan de straf worden voor de jongen. Nou, je, je, je zei het terecht. Nou, in ieder geval, laat ik het even. Uh, er, er was een leuke Reddit groep met een aantal advocaten daarin uh, die mm. dus ook gespecialiseerd zijn in het Britse uh, gerecht. Want hij gaat in, uh, waarschijnlijk eerst in Engeland gaat hij voor het gerecht komen, want ja. hij is een citizen van de UK. Uh, daar zie je dus, um, kijk wat hij gedaan heeft. Hij heeft gehackt. Uh, daar staat ook Section 1 of the Computer uh, Misuse Act uh, says that the person commits an offense if he obtains unauthorized access to computer data. Dat heeft hij gedaan. Uh, maar hij heeft daarna heeft hij er ook nog geld voor gevraagd. En yeah. dan wordt het blackmail. Um, nou, daar staat hier ook de uh, maximum penalties for these offense are two years in prison for unauthorized access to computer material, four years for unauthorized access. Access with intent to commit a further offense, wat dan blackmail kan zijn, en 14 jaar voor blackmail. Maar dat is dus voor volwassenen. En yeah. hij is 17 jaar, dus daar ga je het, ga je de, ja, de, het jeugdrecht in. Yeah. Dat zit wat anders. Uh, aan de andere kant, staat hier ook nog. If the teens action are considered a grave crime, they could have their case sent to the crown court and they may receive the same maximum sentence as an adult. Ja, yeah, nee, maar no way. Dit is geen grave crime. Uh, nee, dit, het, is, dit is gewoon een GTA-fan die toegang heeft gekregen tot een of andere uh, shit die online staat. Ja, uh, uh, het is en dat kijk in dit soort gevallen mm -hmm. heb je natuurlijk ook in hoeverre uh, uh, is de data beveiligd. Uh, dus aan de ene kant kun je zeggen: oké, okay, iemand heeft zich toegang verschaft uh, zonder toestemming tot uh, digitale data. Oké, okay, mm -hmm. dat is een offense. Uh, maar aan de andere kant, hoe goed was die data beveiligd? Ik je bedoel, je kunt een inbreker kwalijk nemen dat hij inbreekt. Maar er is een verschil tussen uh, uh, als die uh, weet ik wel, je met een auto je puin binnenrijdt en voor je ja. televisie had. Of de deur stond te lopen. Mm -hmm. In het laatste geval kun je gewoon spreken van ja, er is nalatigheid ja. uh, door de eigenaar van het huis. En ja, je zou kunnen zeggen dat dat, op, dat, dat ook de, de misdaad mogelijk heeft gemaakt. Want mm -hmm. daardoor, uh, ja, de kat op het spek binden uh, is een verzachtende omstandigheid. Ja. En in dit geval denk ik van, je hebt aan de ene kant, waarschijnlijk is hij een fan, een GTA-fan. Uh, vervolgens heeft hij heel makkelijk toegang gekregen tot die online data, die mm -hmm. niet beveiligd was. Want dat, het stond gewoon op Slack. Um, ja, dan denk ik, ik wil dat uh, die blackmail, dat is gewoon... Dat is gewoon een typisch 17-jarige domheid. Ja. Ja. En uh, het was, ook dat was knullig. Dus ik, ik denk, wat dat betreft, Ik denk dat het gaat zeker niet naar het volwassenenrecht. Okay. Uh, dit gaat gewoon, dit gaat met de sisser aflopen. Hij krijgt een half jaar voorwaardelijk. Um, uh, nee. En wordt gedwongen cursus te volgen. Zoiets. Ja, nu heb je, en ik zou dat terecht vinden ook, hoor, moet ik Volgens zeggen. mij, ik weet zeker het Amerikaanse recht, maar vast ook het Brits en volgens mij Nederlands ook. Je hebt uh, strafrechtelijk, mm. dit is, dit is, yeah, it's, it's a crime. Ja. Uh, maar daarnaast heb je ook nog civielrechtelijk. Ik bedoel, Rockstar ja. kan, dat is de aan Rockstar, die kan zeggen: uh, Door wat jij hebt gedaan heb ik. Mm -mm, aan dollars schade geleden. Ja, nou weet ik, dan moet je dat hard maken. Hè. Dan, dan moet je dat je hard echt maken. kunnen aantonen dat je zoveel schade hebt gegeven? Ja, dus dat ook. kan niet nu. Dat kan pas over als die game uit is. Stel je voor die game die flopt. Ja. Weet je? Stel je voor dat ze. Uh, en ze weten op en maar dan moeten ze op een of andere manier <laughs> moeten ze gaan aantonen van oké okay, die game heeft niet verkocht puur en alleen door het omdat hekken. door die hack nou ja. dat ga je niet kunnen hardmaken. Dus nee nee en um, ik weet sowieso dat in nederland heb je bijvoorbeeld heb je limieten aan wat je kunt vragen en die zijn over het algemeen niet heel erg hoog uh, nou nee je, je hebt geen we, we hebben hier in, in europa eigenlijk we hebben geen punitive damages ja. als heet. dus als bijvoorbeeld zeg je voor jij iemand duwt jou van de trap in amerika mm -hmm. uh, dan heb je natuurlijk je been gebroken dus ja. dat kost Weet ik wel 20.000 dollar voor een uh, Gipse been, whatever. Uh, maar je kunt ook zeggen: Van nou, ik heb zoveel emotionele schade gelijk. Ik, ik wil werken. nog een miljoen hebben van die dat kan in Amerika. Dat ja. heet punitive damages. Wij hebben dat niet. Ja. Je krijgt alleen maar je kosten vergoed. Dus die 20.000 euro voor dat Gipse been. Oké, okay, dat krijg je. Nou, hier moet je dus. Uh, uh, Rockstar moet gewoon hard maken wat ze aan schade hebben geleden. En dan zijn ze van nou, 2 miljard. Kijk, dat dat kan stel je voor dat zij 100 miljoen eisen van die jongen. Ja. Ik zeg maar wat, weet je. Dat krijg je nooit. Nee, je krijgt het niet. Nee. Die jongen heeft het niet. Zijn familie heeft het niet. Nee. Um, de, de, het PR-. Uh, uh, uh. Hoe noem het? backlash die daar vanaf komt is gigantisch, want iedereen heeft zoiets van ja... Laat die, jongen met je, rust. laat die jongen met rust. De advocaat van die jongen gaat direct de publiciteit op. Die gaat zeggen van ja. oh, dit is zo'n lieve jongen ja. en hij heeft een zware jeugd gehad <laughs> en het enige wat hij tof vond waren computergames en kijk nou eens even wat het gemeene Rockstar doet. Nou, ja. helemaal gesloopt in de pers. Dus nee, Rockstar gaat dat niet doen. Nee, dat, uh, nee en ook, ook wat ik zeg van uh, Rockstar of tenminste, uh, de bedrijven bieden hem dan een, een, een baan aan. Ik denk dat dat hier ook niet gaat gebeuren. T nee, tenminste, de te knullig -tech is zo high-tech is. is die niet. Uh, Um, ja, knullig. En, en ja, eigenlijk wel bizar. Omdat. Toen we het nog is kindershit. Hadden... Het ja. is gewoon domme kindershit. 17-jarige domme shit. Weet je. Maar wie had dat ooit gedacht? Nee, maar, ik vind, maar daarom, ik vind het grootste onderdeel van het nieuws, vind ik, is dat Rockstar ja. uh, wachtwoorden uh, slash uh, uh, footage van GTA 6 op Slack zet. Ja. Ik bedoel, weet ik veel, uh, de halve uh, IT-afdeling van Slack uh, heeft toegang tot die beelden ja. gehad, weet je. Ik bedoel, what the fuck, weet je. Hoe, ja. hoe kan je nou denken dat dat veilig is? Dat ja. je dat doet, in zijn. Bizar, nou ja, goed, het proces zal ongetwijfeld ergens gaan beginnen en dan krijgen we denk ik nog wel wat meer details. Um, dan heb je natuurlijk ook die, die schade kant en die schade uh, zat er een deel, deel in, die vond ik heel interessant. Dat heel veel mensen zoiets hadden van, het ziet er niet uit, deze game ziet er niet uit, dit, dit gaat gewoon niet meer goed komen, uh, GTA 6 is klaar. En daar waren met name heel veel developers heel erg boos over van... Uh, jongens jullie begrijpen niet hoe het proces van games maken in elkaar zit dat graphics is vaak pas het laatste stadium dit is het uitproberen en wat er gebeurt is is dat heel veel uh, gaming developers hebben als een soort van Support, ja, ik weet niet of het support is naar Rockstar, maar ook om te laten zien: van jongens, bedoel, dit, dit is zoals het werkt. Hebben ze allerlei uh, video's online gezet over. Uh, zo, zag het, zo zag mijn game eruit. Uh, uh, control bijvoorbeeld. D dit zag er gewoon een half jaar van tevoren, zag het er zo uit. Gewoon omdat we ja. bezig waren met AI. En, en een hele 160 bedrijven hebben dat er allemaal opgezet. En eigenlijk vind ik dit ook wel tof uh, in die zin, omdat het misschien ook. Ik vind het wel belangrijk dat, dat mensen die, die invested zijn in gaming ook zien hoe dat proces werkt. En normaal zien we hier nooit wat van, want dat, dat, nu de laatste keer zien van hoe zit zo'n ontwikkeling van zo'n game uit. Het kan nog steeds trouwens PR zijn en, en whatever. Uh, wij gaan natuurlijk wel wat vaker naar studio's, weten wat meer. Maar ik vind het ook, ja, ik schrok ook wel van dat mensen het nu al afschreven: van ja, maar dit wordt nooit meer wat uh, uh, ja, op, dat, gra op, op graphics gebied. Maar ik vind, kijk, ik, dit, is, dit zal allemaal best, ja. maar uh, dit, deze hele boodschap gaat verloren aan, um, aan de massa. Natuurlijk! Ja, uh, ik bedoel, 9 van de 10 mensen die footage hebben gezien, zien dat hebben ze iets van: uh, uh, ja. ik weet niet, ik vind het niet zo interessant. En het gaat om het effect daarvan. En dat effect is gewoon dodelijk. Ja. Uh, dat gaat ook niet zomaar weer goedkomen. En dat um, uh, de enige manier waarop je dat goed kan komen is gewoon door een killer game te maken die ja. fucking goed is en mooi is. En zodra dat gebeurt en we zien de eerste trailers van Game... Kijk, ze kunnen nu niet meer <coughs> met CGI-trailers aankomen. Dat, nee. dat koopt niemand meer. Dat, niemand trapt erin. Dus het moet nu ook gelijk goed zijn en het moet perfect zijn. Ja, En dan kunnen ze het repareren. Dus dat uh, ik, de lat ligt gewoon wat hoger voor mij. Nou ja, wat, 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 ik, wat ik dan hier uh, ook een beetje het gevo gevoel heb, is de, de machteloosheid van een developer. Die, wat ik al zeg, van de, de, de massa ziet dit niet. De massa ziet dat filmpje en, ja. en zit met zijn vrienden. Wow, jezus, wat slecht zeg weet je. Wel. Ja. En je game is kapot. En zo'n developer heeft iets van: fuck, dat is oud materiaal. En ja. ik wil vertellen dat het niet zo is, maar je kan, ja, je kan dit soort filmpjes maken. Maar het, nou, ik ik het moet het je eerlijk zeggen, ik vind het wel raar dat je niet een soort, uh, uh, weet ik veel, no nodig pers uit en gaat dat verhaal vertellen. Nou, en dat was vroeger wel wat meer, omdat we als media vroeger in het hele proces werden betrokken. Ja, dat is kon je dat, zo. dat soort ja. dingen ook laten zien, weet je wel. En nu. Ja goed, deze week Return to Monkey Island kreeg ik twee dagen na release. Want weet je wel... Gewoon omdat de game niet goed is. Nee, nou, dat, dat soort dingen. Je, er wordt De hele tijd wordt dat afgeschermd. Waardoor als het een keer dan op foute wijze naar buiten komt... Ja, dat nee, de maar dan heeft de Rockstar eigenlijk de media nodig om dat recht te zetten. En dat gebeurt niet. En ik denk dat veel media ook zoiets hebben: van ja, zoek het lekker uit, weet je. Ik bedoel, ja. uh, we, we hebben honderd keer gezegd dat we de, 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 dingen nodig hebben. Of weet ik wat, dus ze krijgen het allemaal niet. Ja, dat kan. Ik, bij deze, ja. Ik, ik denk eerlijk gezegd, ik denk dat het beste wat uh, Rockstar nu kan doen, is. Uh, um, ja dat verhaal vertellen dat het ja. gewoon nog vroeg is en dat het uh, um, ja een development proces altijd zo werkt dat denk ik ook, ik weet het ook um, niet, ja, ja no nodig nodig media uit uh, niet zeer influencers maar gewoon mensen die inderdaad met gaming bezig zijn om te vertellen om te laten zien wat je aan het maken bent en hoe het eruit ziet. En die verhalen hopelijk dat die... Nou ja, goed, die, die uiteindelijk uh, weer gaan vertellen... dat die game wel degelijk uh, vet gaat worden. Uh, maar ja. en voor de rest is het ja helaas toch wel even de pijn uitzetten. Want je hebt zelf natuurlijk die... Ja, maar ze hebben van... nog twee jaar om dit te fixen. Precies. Um, nog even een snufje Activision Blizzard. Uh, het verkoop... Het, het, ja, nou, er komt dus inderdaad een onderzoek van de CMA in Engeland. Waarschijnlijk ook in de EU. Uh, het gaat nu eigenlijk een beetje over... Is het nou... Wel of is, is de competitie nu kapot gemaakt doordat Activision Blizzard uh, naar Microsoft gaat. En dan wordt Microsoft mee te groot of niet. Twee dingen. Mm -hmm. Ten eerste, uh, Microsoft stond op nummer vijf als grootste publisher. Mm -hmm. Met de aankoop stijgen ze naar nummer drie. Oké. Okay. Moet je raden wie op nummer één staat? Jee. Nee, Sony Playstation. Oh ja? Dus dat maakt dus ook dat verhaal. Nog niet helemaal sterk. Ja, nee, dat... en uh, nou ben dit ik... gaat over de UK. Gaat. Ja, dit gaat over de UK. Uh, okay. um, en dan um, nou ben ik even zijn naam kwijt, maar misschien weet je wel. Dit, dit is de baas. Kijk, ik zal hem zo nog een keer voor je afspelen. Hij heeft een interview gegeven waarin hij. In gaat. Hij heeft de handschoen nu opgenomen. Ja, tegen, ja, hij is de, uh, hij is de, uh, wait, de ja, directeur van Microsoft. Nou ja, Tella, Tella, of zoiets. ja. En um, eigenlijk wat hij zegt, en ik ga hem dan nog een keer. Misschien moet ik hem hier. Dan, nee, ik sta toch Maar moet je even goed luisteren, Boris, wat hij zegt? So if this is about competition, uh, let us have competition. En dan de Smurk, hè? Ja. Ja, eigenlijk wat hij zegt: van oké, okay, Sony zegt van er moet competitie zijn. Maar we moeten competitie hebben. En de competitie wordt kapot gemaakt als deze game, als, als Microsoft dit maar kan zo opkopen en dan op Game Pass zet. Uh, ja. Geen competitie. Nou, en dan zegt Microsoft: ik sta op nummer 5. Ik ga nu op nummer 3. Jij bent nummer 1. Um, ik wil met jou knokken. Um, je wilt een competitie. Nou, kom dan maar op met die competitie. Precies. Nou ja, goed, wat wij ook altijd dat zeggen. Ja. Sony moet niet zo janken, weet je dat. Uh... Uh, is en dit... dat is het hele ding. En ik bedoel, hij lacht, want ja. Ja, hij, hij heeft al gewonnen. En dat, ja. dat voel je aan alles, weet je. Sony is echt als een klein kind uh, aan het tegenstribbelen dat ze niet naar bed willen. En um, ja, weet je, hij... Ik bedoel, Microsoft trekt aan het langste eind hier, weet je. Ja. En, en dat is dat andere ding. We hebben dat al zo vaak gezegd, weet je. Ik bedoel, uh, Money Talks, Bullshit Walks. En mm -hmm. Hij heeft geld en hij heeft 60 miljard over voor Activision Blizzard. Is het... Sony heeft dat niet. Als ze, als ze, als ze uh, geld hadden gehad en niet zo'n grote bek, dan had Sony had 61 miljard geboden of weet ik veel. Net even iets meer dan uh, Microsoft. Maar dat hebben ze niet en dat doen ze niet. Nee, ik wat ik hier ook zie, maar dat verzin ik zelf een beetje, is... Het is een Amerikaan. Ik denk dat het Amerikaan is, maar het is een Amerikaans bedrijf. Amerikaanse bedrijven drinken heel graag in de vorm van competitie. Heel die zijn ongelooflijk competitief, weet je wel. Mm. En ik heb bij zo'n man, kijk, deze man is de baas van heel Microsoft. Die heeft echt bedoel, daar zitten alle, bedoel, Gaming was niet eens zo fucking groot voor Microsoft, maar ik denk wel door wat er nu gebeurt mm -hmm. dat hij ook geprikkeld wordt oké, okay. gaan, we, gaan we nu battlen? Dan nou, dat okay, hoop ik. Okay. En, 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 Let's ik, ik go. Laat ik zo zeggen, ik hoop dat uh, in de top van Microsoft... Mm -hmm. Xbox een prominentere rol gaat spelen. Ja. En ik heb het idee dat dat al gebeurt. Nou, als jouw grootste competitor eigenlijk in zijn broek scheidt. Dan weet je van, oké, okay, ik, ik heb iets hier. Ja, maar de enige andere keer dat ik me kan herinneren... dat ja. een CEO van Microsoft zich bemoeid heeft met de, met de Xbox-afdeling... is toen Bill Gates een interview gaf bij de lancering van de Xbox ja. 360. En dat... Um, Vrij uh, awkward. Sindsdien, ja, zeker awkward. Maar sindsdien <laughs> heb ik er eigenlijk niet zo veel meer van gehoord. Nee. En nu dat je, hij, dat je hem ziet van, hé, hey, weet je, dit is een ding. En je ziet gewoon, waarom is dat? Dat is het succes van Game Pass. En ze ja. zijn nu dat succes aan het, aan het verzilveren. En dat ziet er zo uit. En um, ja, Microsoft is daar gewoon echt stappen in aan het zetten. En Sony moet echt serieus aan de bak. <laughs> en dat is gewoon. Kijk, het maakt mij niet uit. Ze mogen ruzie zoeken wat ze willen, het maakt me echt niet uit. Maar ik vind gewoon dat. Ik vind het hele PlayStation 5-product op dit ogenblik zwak. Ik vind de manier waarop het in de markt wordt gezet zwak. Ik mm -hmm. vind het feit dat het hele ding niet te koop is, vind ik zwak. Ik vind het feit dat er geen titels uitkomen, vind ik zwak. Ik vind alles wat Sony nu doet, vind ik zwak. Ja, en dat is. Uh, en het is niet eens zozeer dat. Xbox nou zo fantastisch bezig is. Weet nee. je? Ik bedoel, die liggen ook niet in de winkel. Nee, nee ja, dat is niet dus een heel goed verhaal. Voor maar... 2023 hadden ze negen eigen games op de op de rol staan en daar is er eigenlijk nog maar één of twee van over. Dat vind ik dan wel weer schrikbaar. Dus dat ja. eigen contentverhaal is nog steeds niet goed. Nee, daarom. Dus ja. dat, maar goed, weet je, ik bedoel, ze zijn allebei zwak. Ja. <laughs> en, 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 en Sony en Microsoft heeft gewoon meer geld. Dus die is zwak met veel geld. En je hebt Sony <laughs> die is zwak en heeft geen geld. Ja. Nou goed, veel succes. Uh, uh, weet je, de, 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 de lammen en de blinden die met elkaar te lijf gaan. Maar dat... Um, ja, ik, ik, ik weet het niet, weet je. Ik, ik, wat dat betreft, ik heb voor beide gewoon niet heel veel sympathie op dit ogenblik. Mm -hmm. Ik vind Microsoft de betere van de twee. Ja. Uh, ik vind dat Sony echt heel erg de bal laat liggen. Ja. Um, maar het kan allebei veel beter. En, en Nintendo en, uh, is lachende derde. Nou, sowieso, Nintendo ja. is heel goed bezig. En er zijn er ook nog wel andere partijen die goed bezig zijn. Weet je, ja. zijn bepaalde indie-developers zijn goed bezig. Er gebeurt van alles. Ja. Dat is niet het probleem. Maar die grote uh, hardware-platformhouders. Uh, die twee uh, uh, laten allebei heel erg de bal liggen. Dat is gewoon jammer. Bruggetje naar een andere partij, die uh, ik wil niet zeggen dat die goed bezig is, maar die is wel hard bezig. Is natuurlijk Tencent. Uh, die kopen van alles en nog wat uh, op. Uh, Ubisoft zijn ze natuurlijk uh, langzaam mee bezig om die tent een beetje in handen te krijgen. En uh, deze week, uh, ja, LinkedIn. Dat is toch altijd wel een dingetje. Blijkbaar had Sean Lenen op LinkedIn ietsje uh, te enthousiast iets gelinkt naar. Tencent, en in ieder geval vrij snel kwamen mensen. Hé, hey, maar hij gaat iets met Tencent doen, inderdaad. Hij zegt en nu gaat het me ook even over wat er staat, want het is wel leuk. Want hij had een, ook een gesprek met Phil Spencer die zei, hé, hey, tof, weet je wel, leuk dat je dat gaat doen. Hij zei, update, I'm delighted to share that I have recently joined Tencent Games as a strategic advisor. In this new role, I hope to advise, assist and support the theme at Tencent as they deepen their activities. blah bladi bla. Uh, we are daar gaat hij. We are at an epoch, defining moment in gaming and interact entertainment. Dus hij zegt van, we staan nu op een een een, een omschakeling een keerpunt. Ja. Er gaat iets nieuws gebeuren. Klopt. There are many possible roads ahead, but only a few are profound, broadening, inclusive, edifying, inspiring and, and or sustainable. I'm thrilled to continue this journey of discovery and thank Tencent for the opportunity. Ja, oké. De keywords, de bingo heeft hij gespeeld. Uit, ja. uh, maar denk, denk jij dat hij ook een beetje hier bedoelt op het hele... Game Pass subscription man, ja, natuurlijk. Nee, de, de hele industrie staat op. Want hij is bij kruisbunt. Sony weg, ge, ge, nou niet gebanjuurd, maar daar, hij heeft beef gehad op een gegeven moment daar. En uh, hij wilde een bepaalde lijn op, en ze ja. zijn de andere kant op gegaan. Nou ja, en, maar kijk, je moet je voorstellen, hij, hij, de rol die hij daar heeft, hij, hij is uh, adviseur. Ja. Uh, uh, en eigenlijk wat hij doet, is zijn netwerk... en zijn kennis inbrengen bij Tencent Games. Ja, is wat niet is leuk. het doel van Tencent Games? Tencent ja. is eigenlijk maar één ding aan het doen al heel lang, en dat is gewoon. Uh, Buitenlandse partijen opkopen. Ja. Dus uh, wat je gaat zien, is dat uh, door uh, Sean Leiden zijn netwerk, heeft Tencent opeens toegang tot een heel groot deel van mm -hmm. de industrie. Um, en zelfs PlayStation zelf. Dus je zou misschien. Kijk, ik zie het niet snel gebeuren dat Sony uh, de PlayStation Divisie gaat verkopen. Ja. Maar um, mochten ze dat wel van plan zijn, omdat ze gewoon eigenlijk niet op kunnen tegen Microsoft. En daar is het nu nog veel te vroeg voor. Mm -hmm. Maar stel je voor dat je op een gegeven moment terechtkomt in een scenario waarbij uh, Sony helemaal weggeblazen, weggeconcureerd wordt door Microsoft. Ja. Nou, dan kan, Sony, uh, dan kan Sony niet meer PlayStation overeind houden. Sony is te afhankelijk van PlayStation. Ja. Dus dat gaat pijnlijk worden. Op dat ogenblik uh, staat Tencent klaar om de boel over te nemen, dan wel overeind te houden. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Dus uh, ja, dan heb je iemand van dat kaliber nodig. die gewoon met twee telefoontjes direct uh, in de boardroom van Sony ja. zit. Um, en daar gewoon uh, op topniveau dat soort gesprekken kan regelen. Het is natuurlijk ook pijnlijk op het moment dat Sony in, of PlayStation in zwaar weerwind uh, zit. met Jim Ryan aan het, aan, het, aan het roer daar als een roerganger. Uh, dat degene. Die je uiteindelijk hebt weggestuurd, omdat je er niet uitkwam qua, qua waar we naartoe gingen. Hij wilde veel meer, inderdaad, in dat innovatieve en, en kleinere games. Sony moest Sony blijven. Dus gewoon blijven de Forerunner zijn, weet je wel. Ja. Uh, dat die man dus weg is, en nu ook voor een potentiële concurrent. Gaat werken met zijn hele netwerk en kennis en alles erop. Ja, maar eraan. Dat, dat, dat is niet erg, weet nee? je, Dat gebeurt. En ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld Pieter Moore, uh, heb je ja. van Sega gaan naar, naar, uh, naar, naar Xbox zien gaan? Ja, EA heeft hij gedaan, en weet ik het, wat allemaal. Weet je, dat is allemaal niet zo erg. Maar het, het, um, uh, ik denk eigenlijk het grote probleem waar dit echt uh, uh, pijnlijk wordt, is dat je gewoon ziet dat hij een andere strategie voor ogen had. Ja. En uh, stel dat hij die strategie gaat uitbouwen bij Tencent. Ja. Ik wil Tencent heeft geen hardware, hardwareplatform. Maar waarom hebben ze dat niet? Nee. Weet je, misschien gaan ze dat wel doen. Misschien mm -hmm. werkt het wel. Dat is interessant. Heb je een Chinees bedrijf wat in China direct toegang heeft tot al die fabrikanten die daar zitten? Het zou voor Tencent redelijk simpel moeten zijn om een console uit te brengen. Zeker. Uh, waarom doen ze dat niet? Misschien, ga, misschien zijn ze dat wel van plan. Je mm -hmm. weet het niet, weet je? Misschien. Uh, uh, nou goed, ik weet, ik kan nog dertig uh, scenario's verzinnen, maar. Stel je voor dat... Uh, de Kijk, de strategie van Sony loopt nu spaak. Sony heeft gezegd... Nee, we gaan uh, double down op onze triple E titels. Uh, dat is wat we met Sony Worldwide Studios gaan doen. Ja. Nou, wat zien we volgens uit Sony Worldwide Studios komen? Veel en veel en veel te weinig. En uh, er gebeurt er weinig. De innovatie is weg. We zien uh, uh, mijn grote oogappel van een game uh, Days Gone, die hebben ze uh, daar hebben ze de bijl doorheen gegooid. Nou, dat is voor mij persoonlijk al onvergeeflijk. Dus dan zie je al gewoon van ja, er gebeuren allemaal dingen daar, waarvan ik denk van ja, dat gaat in tegen de um, uh, tegen de, de 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 eigenlijk de vernieuwende strategie die Sony altijd had. Ja. Dus ze zijn daar een andere kant op gegaan. Nou, Sean Leden is meer van de oude stempel, die is juist al allemaal van die verschillende games en misschien ook wel op de verkeerde manier. Hè? Ik weet het niet, want ja. onder zijn leiding hebben we ook uh, uh, Neil Druckmann uh, de macht zien grijpen bij Naughty Dog... en daar de meest vreselijke shit zien produceren. Um, dus misschien is hij... Hij zegt het al met zijn inclusive en diversity en zijn sustainability. Um, ja, als je een bedrijf bent wat heel erg op die tip gaat... Ja. misschien um, uh, creëert dat weer nieuwe problemen. Dus ik, ik ben geen John Leiden fan nee. uh, Ik ben ook geen Tencent-fan. Um, maar... Ja, in deze bizarre markt snap ik wel dat zij zich gaan roeren. Ja. Uh, want er valt een bol te winnen. Het is, ja, nee, absoluut. Het is ook een moeilijke partij om goed te volgen. Want ja, ze zeggen niet zoveel natuurlijk. Hè. Het is China, dus daar is alles sowieso vrijgesloten. Maar goed, ja. ook dit uh, opmerkelijk. We gaan het volgen. Dan uh, ook opmerkelijk. Um, ja, goed. De, de tweet staat hier. Um, een klein beetje uh, een voorverhaal: Embracer Group is Een nieuwe publisher met een geheel nieuwe stijl. Wat doen ze uh, eigenlijk? IP's opkopen tegen een nou, schappelijk bedrag waarvan zij denken. En met name de Zweedse directeur van nou daar zit misschien nog wel wat in. Nou, een van die games is Saints Row die is onlangs uitgekomen. Hmm. En ontzettend teleurstellend ja, nou ja, en dus blijkbaar commercieel ook. En het wat ik wat ik wat ik het uh, opmerkelijke vind is dit. Er zijn heel veel games die floppen. Dat komt genoeg voor, maar meestal hoor je dat altijd na een jaar. En meestal omdat het moet. Ja, omdat Senso, er... Dat zie je van een kilometer aan. Nee, dat snap ik. Maar ja. hij is er heel open. Hij heeft een interview over gegeven waarin hij zijn teleurstelling uitspreekt. En ook zegt wat hij teleurstellend vond. Hij had verwacht dat de game anders was. Wie is was. hij? Uh, de, baas. de baas. Wie is de baas? De baas van Embracer. Die heet later? Uh, nee, Wingforce. Oh, Wingforce. Okay. Um, en uh, dit is een. een Steven Totilio is okay. gewoon iemand die een analist Dus het uh, is een interview van Winforce. Ik heb deze tweet even als voorbeeld. En die daar heel open is. En meestal zijn bedrijven niet open. Pas als dus de aandeel, uh, de cijfers over een boekjaar worden uh, moeten getoond. Ja, dan moeten ze wat zeggen. En zeggen, ja, dat heeft het niet helemaal gedaan. Bladibladibla. En hij zegt gewoon van. Nou, ik vond de game gewoon niet goed genoeg. Uh, uh, ik had hier meer van verwacht. En uh, ook qua verkoopcijfers. Hij zegt nog niet meteen van. Ik stop ermee. Nee, Houdt toch een beetje is, zegt hij dat niet, want die game moet nog naar game-pass. Weet ik veel wat. Erom. Ja, maar hij is al wel vrij. En dat had hij van tevoren ook gezegd. Van hij, hij wil gewoon opener zijn. Ook, ook met, met publishers, met developers. Gewoon van niet uh, heel lang twijfelen. Maar als iets niet werkt, werkt iets gewoon niet. Ja. En ik heb dat ook wel een beetje bij. Ja, het is wederom een oude game die vroeger tof was. En die gaan ze dan weer opnieuw maken. En dan. Ja, met al die moderne dingen erin, wat las ik laatst dan weer? Bij Ubisoft heeft nu een schrijver ingehuurd om Splinter Cell, het verhaal van Splinter Cell naar de 20e eeuw, 21 ste eeuw te trekken. En dan denk ik, oh mijn god, dan gaan we dus al. Hmm. Sam Fisher was een alcoholische motherfucker, weet je wel, die kut deed. En ja, dat kan dan blijkbaar niet meer, dus het moet wat moderner worden. Nou, ik denk van, ja, hij maar, was eigenlijk een chick en had nog drie andere genders. Nou ja, en, uh, dat ja. bedoel ik van, um, dat hebben ze met zijn zo ook, een, ja, weet je, het was vroeger altijd wat, het was gewoon keihard, weet je ja. wel, over de top. En dat is het dan opeens niet meer. Um, maar goed, open, eerlijk verhaal, deze man zegt gewoon van, nou ja, ik uh, was een beetje teleurgesteld in, in, in wat het gedaan heeft. Ik, ik hoop dat meerdere partijen dat is gewoon ja. doen. Um, dan, dit is ook wel een grappig verhaal. Uh, ik ken het niet, maar het heet de Video Game Donkey. Ja, ken ik wel. Dat ken je wel. Nou, dat is de grootste review uh, site op YouTube. Nou, dan mag je geen site doen, maar YouTube-kanaal. Ja. Um, hij doet niet alles, maar hij doet bepaalde dingen. Doet hij op zijn manier, bla, bla. Mega populair. En hij. Gaat stoppen hiermee. Want hij zegt ik ga een publisher worden. Okay. Ik ga namelijk games uitgeven. Uh, hij zegt die... niet dat hij ermee gaat stoppen toch? Hij nou, heeft gewoon een publishing. Ja, hij gaat een publishing label uh, gaat hij doen. Want ja. hij weet. Uh, hij gaat geen uh, junk ass games hypen. En iedereen valt een beetje over het heen. Van, in de zin van dude. Je weet niet waar je begint. Dat kan je gewoon niet beloven. Nou ja, weet je, ik begrijp zijn gedachtegang wel. Kijk, de, het grootste probleem wat indie-developers uh, um, hebben mm -hmm. is hoe ga je aandacht genereren voor je game. Dat en why. deze uh, uh, Jason Gastro. Ja. Yeah. Gastro, die, uh, die heeft gewoon een heel erg groot YouTube-kanaal. Dus ja. ja, als hij een game featuret, dan ziet hij waarschijnlijk zelf ook wel ik dat ga dat, ga dat ga gigantisch effect heeft op de ja. verkoop van die games. Dus dan. Um, um, ja, Jesus Christ, je ziet hier, al, hier kondigt hij het aan inderdaad 2,5 miljoen views op ja. dit moment. Nou ja, maar dat betekent dat je gewoon zo 30, 40, 50 duizend games verkoopt als hij een keertje ja. uh, iets uh, omschrijft. Dus dat is geld waard. En ik denk gewoon dat hij denkt: van ja, ik ga hier uh, geld aan verdienen. En dat. Uh, Um, is allemaal leuk en aardig. Maar ik denk dat hij. Het is niet zo makkelijk. als hij denkt dat het is. Nou, maar dat is het van wie. Hij zegt dan van ja, maar ik weet wat een goede game is. Maar dat is dat sowieso. Is nou, iedereen weet wie een, wat een goede game is. Wat zijn probleem is, is dat hij is groot geworden op ja. zijn onafhankelijkheid Omdat ja. hij gewoon geen blad voor de mond nam. Nou, op het moment dat jij een uitgever wordt van een game en je gaat die game bespreken, dan weet je gewoon dat je met een commercieel kut praatje te maken hebt. En hij zegt van ja, ik, ik ga geen junk-ass games doen. Dat is wat, wat hij zei. Ja, ja leuk. Totdat je een of andere deal ingewieseld wordt, waarbij je wel moet. Ja. En uh, dat is gewoon hoe business werkt. En uh, hij is daar, denk ik, niet zo ervaren in. Um, ja, hij gaat gewoon ontzettend tegen dit. Dus dit is of het einde van zijn videogame dunky kanaal ja. Of uh, het is de, um, het einde, nu al het einde van zijn uitgeeftak. En een ja. van de twee gaat gebeuren. De twee gaan niet samen. Nee. Nee, nee dat, dat heb ik ook. Van, uh... Zou je het leuk vinden om games uit te geven? Nee. nee. nee Waarom is eigenlijk dat, eigenlijk dat is nou leuk? Wat is er nou leuk aan? Um, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Nou, nou, heel veel stress. Dat lijkt me behoorlijk vervelend. Nou, heel veel ja. stress. Ja. Uh, andere partij die het ongelooflijk lastig heeft. Uh, deze week waren er, nou, er waren een aantal dingen. Er was bijvoorbeeld uh, gigant, nou, gigantisch, een beetje overdreven, maar er was protest vanuit de... Creators' Hoek, dus de streamers zelf over gambling-kanalen. Dat zijn ja. bijvoorbeeld. Uh, dat zie ik nou ook best wel vaak. Mensen die gewoon slots aan het kijken zijn. En daarover aan het praten zijn. Of zelfs aan het spelen zijn. Mm -hmm. um, dat dat even moet kappen. Want ja, er zitten ook jonge kinderen te kijken. Dat moet je niet willen. Nou goed, een aantal grote streamers hebben toen gezegd. Dan gaan we gewoon tot die tijd niet meer streamen. Nou, dat hebben ze er nu. Gaan ze nu dus inderdaad eraf halen. Mm -hmm. Maar um, Twitch Creator Chief um, heeft ook nog eens een keer. Uh, um, ja, die heeft ontslag gekregen. En er is ook weer. Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. Maar het komt erop neer dat de grote creators. die hadden altijd. 70-30. en die gaan nu allemaal naar 50-50. Ja, Skeet dus uh, vertelde ook al zoiets. Ja. En uh, ik las ook een tweet van. Maar dat, is, dat moet je nagaan. Als jij opeens 20% minder krijgt. Ja, dat, uh, dat is behoorlijk zuur. En dat is zoveel. Uh, ik bedoel, kijk, als jij 50 euro een de maand aan Twitch verdient, oké, okay, whatever, het zal wel, weet je. Ja, dan blijft die 5, want je zit dan op 50-50, weet je. Dan, dat zijn de kleine... Je moet ja, maar 50% wat? Je maakt alle content zelf, hè. Ja. Zij, zij doen de hosting. En ik bedoel, je kunt ook op, op, op Twitter of je kunt je eigen kanaal, weet mm -hmm. ik, want er zijn nog allerlei andere dingen te verzinnen. En dat, dat is een beetje het kutte aan Twitch, is dat... Um, uh, zij verkopen iets voor 50% van je revenue. Ze verkopen mm -hmm. natuurlijk die service. En het is, het is goed hoor, daar niet van. Maar is het 50% van je revenue waard? Kijk dat. dat um maar is dat niet wat je wel vaker zei? Van ja, dude, dan moet je maar een website beginnen. Dan kan je het allemaal zelf halen. Ja, nee, 100%. Dat, dat, ben ik, dat vind ik ook. Ja. Dus dat, hoe. Wat... Dit is het gevaar van. Ja, als je, als je op Twitch. Want dat is natuurlijk ook een beetje. Iedereen piept wel. Maar um, als Twitch er niet was geweest en geen YouTube, had je helemaal niks verdond, verdiend. Weet je, nu verdien je wat. Um, dus. Ja, maar... En iemand anders, dat, dat wil ik nog even aan toevoegen. Um, en, en dat is ook weer communicatie. Want ik, ik las een tweet van uh, Tim, die ken je ook nog wel. Uh, die was, werkte vroeger bij Twitch. En die gaf dan wat uitleg over wat de kosten waren. En ook een andere jongen die er zich had verdiend. Wat de kosten waren voor Twitch. Ja. Om bijvoorbeeld... Uh, het, het, het zijn geen video's van 20 minuten. Het zijn streams van 8 uur. Weet je? En dat moet ja. allemaal online blijven staan. Dat ja, zijn de gigantische kosten. Ja, kosten. Maar het ja. is Amazon. Het staat op Amazon servers. Dus dat... natuurlijk uh, zijn het kosten. Het is ja. niet gratis. Maar nee. uh, ze... Weet je, ik, ik bedoel... <laughs> Ik, ik denk eerlijk gezegd, en dat is het klinkt heel raar, hè? maar wat je dus krijgt op het moment dat zij dit doen: zij zeggen van oké, okay, we gaan 20% minder betalen aan onze creators, daarmee. Bouw je de concurrentie? Welke ja. platformen gebruikt die concurrentie? Heel waarschijnlijk Amazon servers. Mm -hmm. En dat is interessant. Dat Amazon gaat daar niet een cent minder om verdienen. Um, want Amazon verdient gewoon. Amazon verkoopt aan Twitch uh, voor exact dezelfde prijzen ja. die, die dat dataverkeer. Ik vind dit. Nou, nou, hier staat het. Amazon unit dat is Twitch is expensive and under pressure to make profits. Twitch ja. maakt dus geen winst. En nou, uh, ja, dat staat er niet. Nou goed te te weinig. Um, ja. Moet meer en, winst maken. Ja. Amazon is wat dat betreft ook gewoon een heufterbedrijf. Die heeft zoiets van: oké, okay, nou, dit gaat niet goed, weet je, je gaat gewoon maar pins maken. En hoe doe je dat dan makkelijkst? Is gewoon dan maar gewoon de prijs omhoog of uh, de cut die je geeft aan, 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 aan die gaat omlaag. Dat gaan ze nu doen bij de grootste. Ja, um, ja je hebt, in alle eerlijkheid, je hebt geen poot om op te staan, want het is jouw platform niet. Dus. En wat nu gaat gebeuren is dat misschien dan streamers weggaan, de grote jongens. Die gaan dan misschien naar YouTube of er komt een kanaal. Die zegt van ja, bij mij krijg je wel 70%. Weet Ik je. begrijp nog altijd niet waarom Microsoft nee. zo makkelijk de, de stekker uit Mixer heeft getrokken. Ik ja. begrijp daar niks van. Ik vind dat zo bizar. Ja. En, het, en helemaal in het licht van dit. Ik denk dat Microsoft hetzelfde probleem had als Amazon. Is dat het kost alleen maar geld. Ja. En dus verdient niet veel geld. Maar het is een lange ademvaal. Ik bedoel, YouTube is ook dat heeft jaren geduurd voordat die winst begonnen te maken. Ja. En. De, de rol die YouTube speelt in het ecosysteem van Google maakt dat het belangrijk is. En ja, ik denk ook dat Twitch een belangrijke rol speelt voor Amazon. Mm -hmm. weet je? Dat, dat is ook een één, twee'tje. Ik begrijp gewoon niet dat Microsoft Mixer zo makkelijk gekild heeft. Dat is veel maar, te vroeg gebeurd. Um, maar misschien omdat ze denken, ja, hier gaan we echt voorlopig gewoon geen profits uithalen. Ja, vast. Maar ja. dat wil niet zeggen dat het niet een hele belangrijke. Kijk, nee, okay. iedereen die boos is dat Twitch 20% van hun revenue afpakt, die gaat op zoek naar een andere partij. Ja. Als mixer daar geweest is, misschien. Kan dat wel samenwerken? Kijk, ik bedoel, als ik, uh, weet ik veel, ik, uh, ik bestel wat op Amazon en ik zie van nou, weet je, je betaalt nu uh, 5 dollar verzendkosten. Je kan ook 2,99 betalen en krijg je een maand Prime Video erbij. Ja, tuurlijk doe ik dat, weet ja. je. Nou, dat, dat soort aanbiedingen en dan zit je opeens in het Amazon ecosysteem. Dat is de doel, dat is wat je wil. Nou, dat, is, dat, dat kan Microsoft met Mixer en met Game Pass doen, weet ja. je. Ik bedoel, misschien heb je wel een premium. Nou goed, ik, ik ga het niet verzinnen voor Microsoft, maar <laughs> de, weet je, ze hebben daar gewoon veel te vroeg de stekker uit getrokken. Ik denk dat we ja. daar nog wel eens wat over gaan horen. Ook. Maar is het ook niet een beetje de naïviteit? Uh, ik, ik kan me daar soms wel. Ja, ik snap jouw kant. Dat is de kant dan van, van Amazon en, en van Twitch en van, van Microsoft. En, en aan de andere kant kan ik me soms een beetje irriteren aan het naïeve gedrag van, van content creators die. Ja, dan zo van, ja, belachelijk. En wij maken dit en wij maken dat. Maar dan denk ik van, ja, hoe gives a fuck? Weet je wel, je maakt gebruik van een platform. Nou, je, wat, je, wat, je, wat je heel erg gelijk in hebt, is dat... En, maar dat irriteert me sowieso. Heel veel mensen hebben daar last van, hoor. Niet alleen content creators, maar heel veel ja. mensen. Dat is een mentaliteit waarbij ze ergens recht op hebben. Ja. Een soort van, ik heb recht om... Dat er voor me gezorgd wordt. Dat ik een uitkering heb. Dat ik mijn gasrekening kan betalen. Dat ik uh, mijn game revenue 70% krijg. Van, ja. van, weet ik veel, ze hebben recht op van alles. Het is onrecht wat ze wordt aangedaan. Nou ja, ik bedoel. Je moet realistisch zijn. Als jij in de wereld gaat staan en zegt van ik heb recht op van alles en je gaat dan boos zijn en ik krijg en ik wil en ik heb bla 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 weet je, het leidt tot niets. Nee. En ik zie echt een hele generatie opgroeien met die mentaliteit. Vind je wordt me wat aangedaan. En ik ben een slachtoffer dit en dat. En ik denk dat je dat, dat, dat zet je, daarmee zet je jezelf maar bij het, het spel. Het, het, het is ook een bepaalde naïviteit die ik dan overal zie. Of het nou om al die platformen die Goedkoop veel bieden. Dus uh, ja. bijvoorbeeld bij YouTube. Je kan gratis kan je video uploaden. en dan kun je er geld mee verdienen. Dus eigenlijk met. De, 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 waar wij een website allemaal kosten. ...en server, jij kan het gratis doen. en dan kun je er geld mee verdienen. Uh, Netflix. vroeger was het. weet ik veel. 3 euro, 4, 4 dollar, 5 dollar. en dan krijg je heel veel dingen. Game Pass. nu ook gewoon goedkoop. krijgt heel veel. Je weet op een gegeven moment. die bedrijven doen het niet. omdat ze het zo ongelooflijk tof vinden. voor je om dat te doen. Nee, die doen dat om massa te krijgen. En als ze massa krijgen. Dan moet het winstgevend worden en dan gaan de prijzen omhoog. En ja. dat weet je van tevoren als je hier instapt. Ja. Dan, dan leef je toch in een rare wereld. In van, maar ik heb het recht om mijn content gratis ergens neer te zetten. en daar geld mee te verdienen. Dan denk ik: ja. ja, nee, dat recht heb je niet. Het is wel heel tof. En ja. ik snap dat je kut vindt. Ja. Uh, ja, nee, maar dat is dus, dat, is, dat is zoals de wereld werkt. Ja, maar dat is het hele ding. Ik, ik denk dat weinig mensen uh, überhaupt verstand hebben van ondernemen. Waarom gaan het, die grote mensen niet gewoon? De, 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 maar maar waarom leert je? dit niet op school? Waarom leer je ondernemerschap niet op school? Ja, ik be begrijp het bel het niet. elkaar van. Oké, okay, weet je, wat kan jij? Nee, ik kan niet betalen. Ik kan niet betalen. Oh, weet je wat? Dan gaan we met z'n vijf gaan we een website beginnen en dan gaan we onze content opzetten en dan gaan we het zelf vermarkten, weet nou, je? Wel? ik. zijn echt wel initiatieven geweest om het te doen. Je hebt in Nederland. Ik ben even vergeten hoe het heet, maar was op een gegeven moment ook zo'n platform. Daar gingen YouTubers, dan hun content erop zetten. Het is hopeloos Klopt. ja maar omdat okay. het um, uiteindelijk je hebt niet het netwerkeffect nee, wat je dat op die grote platformen hebt heb heb ja. en dat is dat is kut maar daar moet je iets mee weet je dat ik bedoel wij hebben met Gamekings uh, op Gamekings.tv ook niet hetzelfde netwerkeffect wat je op YouTube hebt nee. en toch is het ontzettend waardevol en kunnen we op uh, Gamekings.tv uh, duizenden uh, premium leden bereiken mm -hmm. die onze content tof vinden ja. en dat het is niet niks. weet Je nee. Je kunt het wel doen, maar je moet doorzetten. En dat is ook zo. Mensen hebben geen geduld. Mensen, het moet allemaal nu en het moet allemaal gisteren. En ze vooral niet uh, iets opbouwen, maar het moet gelijk werken. En. Ja, ja. Het zijn gewoon geen ondernemers, man. Ik vind het ik vind moeilijk. Ik heb daar nee. moeilijk mee. Dat, dat, nou, je, dat nee, die mentaliteit zo, zo dominant is tegenwoordig. Nee, nee nou ja. ja het, is, het eerste reactie is altijd vaak een beetje jammer en gillen. En, en, en niet denken van... Oké, okay, goed. Wat, wat, wat gaat onze tegenreactie zijn? Want uh, ja dit gaan we natuurlijk niet winnen op deze manier. Dus, ja. Maar in ieder geval, feit is wel... Uh, laten we er niet omheen draaien. Uh, als al die creators weglopen, <laughs> dan heeft Twitch ook niks meer. Dus ja, dat is dat natuurlijk. kan al... we wel weer niet horen. Nee, nee oké, okay, maar dat is natuurlijk wel een beetje. Raad. Vandaar dat zo'n man dan ook weg is. Uh, Twitch zit niet zo lekker in de wedstrijd op dit moment. Nee, maar ik denk, ik denk dat dat om iets anders is. En dat mm -hmm. is namelijk dat je um, live is. La, de dynamiek van live. Ja. Is, uh, eigenlijk is het nog bezig met ontwikkeling. Dus het, wordt, het is ontdekt. Ja. En het, het probleem wat je met live hebt, is dat je dat gaat doen en je gaat livestreamen en je krijgt kijkers, je krijgt meer kijkers, je krijgt echt een kick van, van wauw, dat is vet. En vervolgens wordt het werk. Daar hebben we het al vaker over gehad. En dat maakt toch dat het en het is hard werken, mm. het is echt zwaar. Ja. En uh, elke avond livestreamen. Ja, mentaal je, is Het, het is mentaal slopend. Dus mensen lopen er stuk op. En uh, ik denk dat Twitch uh, dat niet herkent. Nee, en ik sterker denk, nog, ze stimuleren het. Van, van als je dit wil verdienen, dan moet je minimaal zoveel uren per week streamen. Wat... Ik, maar ik denk echt serieus dat, dat Twitch er goed aan zou doen om dit, uh, dit te erkennen en dit te in, in te bouwen in, het, in hoe het werkt. Ja. En uh, want je kunt namelijk je content creators opvoeden, maar je kunt ook je publiek opvoeden. Ja. En als iedereen zich ervan bewust is dat het gewoon fucking kaar het werk is, dan zou je misschien ook um, uh, uh, je kijkers kunnen uh, 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 ja, aanleren dat ze anders met die content omgaan. Mm -hmm. En dat, um, ja, daar, daar. Ik zie geen innovatie op dat vlak. Nee. Ik vind dat raar. Nee, het, staat, staat, het staat, raar. staat een beetje stil. Ja. Laatste onderwerpje, um, vond ik wel interessant. US Homeland Security, uh, die gaat 700.000 dollar uh, investeren uh, in mensen. En die groep die heet dan ook, dat vind ik ook wel interessant, Take This. Um, uh, ja, radicalisatie via, via videogames en, uh, uh, en terrorisme dus. Dus zij gaan onderzoeken of er inderdaad linken gelegd kunnen worden tussen... Gaming en terrorisme bijvoorbeeld. Dat mensen in bepaalde fora zitten of in de chat van games. En dat je daar dan ook kan leren hoe je terrorisme gaat bedrijven. Weet ik allemaal wat. Het is Ja, het is ook een beetje. Maar ik vind het grappig dat ja. wat, wat ik helemaal Het gaat kom nog eens naar boven. Als je, even naar boven. Ja. Even naar boven. Dan zie je ook van het gaat. De um, uh, initial work will lean towards white nationalism and white supremacy. En uh, dit is dat idee dat uh, mensen die uh, wat rechter of conservatiever zijn. Mm -hmm. gelabeld worden als terrorisme. Als terroristen. Uh, weet je. En inderdaad, white nationalism en white supremacy. Dat, dat wordt dan dat label erop. Dat is absoluut niet waar het over gaat. Dit is gewoon politiek. Wat je nu ziet, mm -hmm. is politiek. En dat, um, ja, ik denk dat dat heel kwalijk is. Zodra politiek zijn intrede doet in videogames, heb je gewoon een groot probleem. Maar misschien dat de antifascisten, de antifa, die hebben natuurlijk nooit geld. Dus die kunnen geen Playstation kopen. En de, de White Supremacist. Nee, nou, maar die hebben wel... wel geld, want die krijgen dat gewoon allemaal van de overheid. Dus dat. Ik weet het niet. Maar dit is, uh, weet je, dit is gewoon sowieso iets wat er nu aan de hand is. Ja. Media wordt. Uh, politiek gemaakt. En dat is een mm -hmm. groot probleem. Ik bedoel, wij hebben het hier buiten deze uitzending ook vaak over, weet je, over hoe berichtgeving in de media altijd politiek gekleurd is. De ene kant op de andere kant, whatever. Nu ga je dat straks in videogames zien. En ik eerlijk ja. zeg, ik verheug me daar niet nou, op. Ja, het is, het, ik bedoel, dit is niet politiek gekleurd. In die zin, de, nee, dat, dat is, gaat nu gebeuren. Hè? Ja, dat, ja, nee, dat... snap ik, maar dit is gewoon verslaggeving. Ik bedoel, dit is. Nee, ik heb het niet gebeurd. over dit bericht. Ik heb ja. het over de, op het moment. Ja, ja, nee, dat, dat, ik, ik had dat, dat niet gelezen. Ik, ik bedoel, als jij als terrorist gelabeld wordt omdat jij GTA 6 speelt, ik zeg maar wat, want dat gaat zo meteen gebeuren. Er nee, ja, komt er een ja. rapport en ze van, nou, we, we zien dat uh, er veel meer uh, white extremists zitten in GTA 6 dan in, uh, uh, weet ik veel in uh, nou ja, Fortnite kijk, of zo. I, ik zeg maar I, ik. I, I, hier staat het erin: white nationalists have unfortunately found a footing in this space as there have been groups on Steam who are openly espousing neo-Nazi beliefs. Kijk, weet je wat het is? Het worshipping nee, ja, ja, Het ja, Maakt mij niet uit. Ik bedoel, het, het, het maakt mij wel uit. Maar ja. dat, ik geloof het gewoon niet. Dat geloof ik dus weer wel. Alleen. Wat geloof je dat? School shooting, worshipping schoolshooters. Oh jawel, er, er zijn echt van die groepjes die daar openlijk over hebben in chat. ik, bedoel, ik zit vaak in, in die chats. Was ik al wat, wat een ik soort voor manier. Het, het zijn, maar, de, nou, maar, exact, het zijn. De, maar het is gewoon. Het, het, is, het is een afspiegeling van de maatschappij. Maar het, het zit overal. Door die mensen, of het nou links of rechts is, en je wil, je wil kwaad, dan vind je elkaar wel. En dat zal misschien de ene keer via een game zijn, de andere keer ontmoeten ze elkaar bij de McDonald's, weet ik allemaal wat. Maar dit zijn kids van 17. Ja, maar dat, dat betekent net als die hacker, weet je. Die, die denkt geen twee seconden na. Ik bedoel, het is dat hij in Iran hier is, anders was hij ook. Uh, maar of, het is, zeg maar, de bekend dweilen met de kraam over. Zorgen ervoor dat het systeem, zoals het werkt in, in, in Amerika of de wereld, dermate. Tof is dat mensen zich gewoon plezierig voelen en dit soort shit niet gaan doen. Maar in plaats dat ze dan doen. Mensen gaan altijd lopen trollen met elkaar. Ik bedoel, wat is het probleem? Maar hier gaat opeens en gaat er niet een beetje geld? Gaat 700.000 euro dollar? daar wordt iemand heel erg blij van. Ja, daarom. Dus iemand, iemand, goede boterham. Maar en wat gaat er volgens gebeuren? Die moet wel met een sensationeel rapport komen, want anders krijgt hij niet nog een keertje zoveel geld, of niet een miljoen, of tien miljoen, of weet Je zegt ook de S. This effort comes in the time that following the racially motivated mass shooting in Buffalo was broadcast on Twitch. Ja, wat kan Twitch daar dan? Ik bedoel, ja, ja, het wordt daar uitgezonden en voor hetzelfde geld had het YouTube geweest of voor hetzelfde geld. Ja, maar dit zit helemaal in het in het in het segment dat al oh, weet je de schoolshooters spelen videogames dus videogames leidt tot uh, uh, tot gewelddadig gedrag in het echte leven. Het is gewoon bullshit en het is, ja. het is het is het is politiek. Het is altijd politiek geweest en nu leven we in zo'n rare tijd. Uh, uh, dat je uh, uh, zulke. Ik bedoel, die samenleving is zo gepolariseerd. Mm -hmm. Weet je wat ik al zei? Iedereen die conservatief stemt is gelijk een natie. En iedereen die aan de linkerkant zit is gelijk een communist. En uh, uh, weet je, er gaat dan ook geld om die polarisatie te voeden. En dit is een goed voorbeeld van hoe geld die polarisatie. Want het enige doel. Van dit uh, en zelfs als ze ze nu, we willen het onderzoeken. Het enige uitkomst voor dit onderzoek is: het is heel erg en er moet meer ja, het geld. Ja, is een, een scam. Dat is namelijk. Het is nee, nee, maar het is een scam. Dat is het echt wat het Nee, oké, okay, maar ja, maar als jij 700.000 uh, dollar krijgt nee, om iets te onderzoeken, natuurlijk. dan is je enige conclusie van: luister, jongens, dit is echt maar, heel problematisch. Ik heb meer geld nodig. Maar wat ze willen is uiteindelijk roepen van: jongens, we, we weten we weten hoe we weten hoe het moeten voorkomen. Het zit in games. Da, dat is het probleem. Nee, en het is probleem, niet in nee, maar natuurlijk dat maar jij, zit het niet. Hebben, wij, wij heb je dat weet ik. Maar het is makkelijker om dat te roepen dan te zeggen als overheid. Van volgens mij hebben we er een potje met z'n allen van gemaakt. Weet je, mensen zijn fucking teleurgesteld en iets zit niet goed. Misschien moeten we gewoon is helemaal naar onszelf gaan kijken. Ja, natuurlijk nee, en... dat Maar, maar ik? Dus, dus je gaat dit soort dingen zoeken en dan is het inderdaad weer het volgende onderzoek. Je, nou, en je weet niet hoeveel mensen ontzettend veel geld verdienen aan dit soort onderzoeken. Maar nou, precies dat. En dat is, ik we, we, hebben, geld... we hebben dat ook al met drugs gezien. Je had allemaal van die organisaties die zich bezighielden met uh, onderzoek naar drugsgebruik onder jongeren. Ja. Het enige uitkomst is, is het is heel erg, het is heel gevaarlijk. En kijk, daar is iemand dood gegaan. Ja. En dat had voorkomen kunnen worden als we maar meer geld krijgen. En dat is gewoon wat je met die subsidieclubjes allemaal hebt. Die beginnen allemaal een soort toneelstukje om maar meer subsidie binnen te halen. Ja, en en dat, uh, dat, daarom, ha ik haat nee, het. Nee, dat, 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 dat is verschrikkelijk inderdaad. En uh, we kunnen er in Nederland ook wat van. Ja, Goed, uh, nou ja, ongetwijfeld over een paar maanden dan hebben we weer een onderwerp, want dan is het onderzoek klaar. Ja. En, en dan Boris heeft al verteld wat er allemaal in gaat staan, dus dat weten we nu al. Uh, volgende week, nieuwe Piepshow.